Het is vandaag de Dag der Verpleging. Elk jaar wordt wereldwijd op 12 mei deze dag gevierd. En ook de stichting Mienda Thuiszorg heeft op haar eigen manier aandacht aan deze dag besteed. Deze organisatie heeft gisteravond in het KOB-gebouw een mini-congres gehouden onder het thema Gezonder ouder worden. De directeur van Mienda Thuiszorg, Evelien Boerleider, zegt dat de organisatie hiermee de zorgvragers, zorgverleners en de mantelzorgers bewust wil maken over het gezond ouder worden. Want er zitten ook mantelzorgers van cliënten, zijn uitgenodigd. Er zitten er artsen, er zitten er afgevaardigden van andere thuiszorgorganisaties hier. Dat we gaan brainstormen en kijken hoe kunnen we helpen aan gezond ouder worden in dit land. Want als dat zo is en het heeft zijn positieve effecten, heb je minder zieke mensen die ouder worden en opgenomen moeten worden. Als u een mini-congres hierover houdt, betekent dat er iets hier aan schort, aan het gezond ouder worden? Klopt. Laten we praten vanuit onze organisatie. We zijn augustus 10 jaar actief in Suriname. En vanuit onze data hebben we gemerkt dat 98% van de cliënten die we hebben gehad op jaarbasis, ouder zijn dan 60 jaar, zorg nodig hebben. Gros van ze wordt de zorg geboden na ziekenhuisopname. Maar we willen een shift maken. We willen gaan naar, met andere organisaties en instanties om te werken aan gezond ouder worden. Met als doelstelling dat je minder zieke mensen in ziekenhuisinstellingen terechtkomen. De inleidster op het mini-congres was mevrouw Dalger, beleidsmedewerker op het ministerie van Volksgezondheid. Zij hield de aanwezigen onder meer voor dat ook ouderen meer moeten bewegen en op hun voeding moeten letten. Op het congres heeft Willy Leeflang, ex-directeur en ex-docent van COVAP, ook het woord gevoerd. Het eerste wat ik heb aangegeven, dat als ik weer geboren word, ik weer verpleegkundige word. Daarmee probeer ik aan te geven dat dit beroep een van de meest belangrijke, meest invloedrijke beroepen zijn die er bestaat in onze maatschappij. Ik heb daarbij ook geprobeerd de participanten te vertellen dat zij centraal moeten staan met de andere mens. Zij hebben namelijk de plicht om voor de mensen te zorgen. En de cliënten en patiënten hebben het recht dat voor hun gezorgd wordt. We hebben aangegeven dat wij blij zijn met datgene wat de nieuwe minister heeft aangegeven. Dat een bepaald speerpunt naar de verpleging toe zal gaan om dus het wegtrekken te verminderen. We hebben ze aangegeven, pak dat aan en doe daar iets mee. Het moet geen cretologie gaan worden. We moeten zorgen dat deze woord die ons al aan het begin, deze beloftes die ons is toegezegd, dat ze werkelijkheid worden. Willy Leeflang, ook een van de sprekers op het mini-congres georganiseerd door Mienda Thuiszorg in het KOB-gebouw. In het kader van de Dag der Verpleging vandaag heeft de organisatie het mini-congres gehouden.